Op de Chinese tv is de hevig verliefde Sander inmiddels een beroemdheid tegen wil en dank. Zijn ouders zien echter alleen een zoon in de problemen. Zijn gezicht is vertrokken. Ja. Je ziet die rimpels. Een ding is... vermagerd een beetje. Ja, hij is vermagerd. Ja, hij moet alleen op noedels leven. 2 weken lang waren Tine en Piet in de veronderstelling dat hun zoon Sander bij de liefde van zijn leven zat in China. Tot ze gisteren hoorden dat hun aanstaande schoondochter niet op was komen dagen. Sander had via de site asiandate.com afgesproken. En dat wisten zijn ouders niet. De vrouw waar hij nu voor naar China gegaan is, bestaat die, denkt u? Nee, ik denk het niet. Is uw zoon naïef, mevrouw? Ja, ik denk het wel. Het is namelijk niet de eerste keer dat Sander gefopt wordt door zijn digitale date. De vorige keer kostte het de familie al duizenden euro's aan telefoon- en internetkosten. Daar vrezen ze nu opnieuw voor. Nou, amper de rekeningen betalen. Ik kan er niks meer bij hebben. En dan komt hij weer. Nou, we moeten er alles maar doen. Ik hoop alleen dat die ziekenhuiskosten, dat die verzekering afgesloten heeft. Sander is diabeet en was zo verzwakt dat hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Maar er is ook goed nieuws. Vanmorgen belde hij even en hij zou onderweg zijn naar huis. Maar wanneer komt hij dan? 2:30 uur, dus 1. En dat klopt niet, die tijd. Goed, ergens morgen schijnt Sander thuis te komen. En dan wacht hem wel een preek van zijn moeder. Nou, ik moet er toch uit zijn kop praten, hoor. Spijt me, hoor. Als hij weer begint, dan moeten ze eerst hier zijn.